Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij Beeldbepalers. Ga zitten en neem een plek tussen de keutels. Hartelijk welkom bij deze 8e aflevering, als ik het wel heb, van onze serie Beeldbepalers. Wat is Beeldbepalers? Beeldbepalers is een vlaggenschipserie van ons die we kunnen maken dankzij de Mondriaan Foundation, de samenwerking met Mondriaan Foundation. Veel dank daarvoor. En wij hebben een serie waarin we met, door, over en voor beeldend kunstenaars een avond organiseren. Een avond waarin we proberen licht te werpen op hun kunst en over de relatie tussen die kunst en de maatschappij. We hebben hem ooit afgetrapt met Jan Dibbets. We zijn toen doorgegaan met Marlene Dumas en dit is nu de 8e keer met Erik van Lieshout. En we zijn ontzettend blij dat Van Lieshout hier is en dat hij dit aandurft met ons. Beeldend kunstenaars zijn natuurlijk mensen die beelden neerzetten, maar niet speciaal mensen die live avonden met ons of door ons of voor ons organiseren. En ik vind het iedere keer ongelooflijk bewonderenswaardig dat mensen uit hun métier stappen en dat in een happening omzetten. En Van Lieshout heeft het ook weer aangedurfd en heeft hier een, ja, iets gedaan wat wij eigenlijk iedere avond zouden willen doen. Er gewoon een beestenbende van maken. En dat is in ieder geval, de geur is al gelukt, laat het zo zeggen. Vanavond dus een happening en dat is een experiment. Ik wil er even bij zeggen dat dit ook thuis te volgen is. Dat dit gefilmd wordt, dat u ook gefilmd wordt. Het is ook thuis te volgen. De vraag is of het voor de kijkers thuis altijd te volgen is. Want er wordt gefilmd en er gaan microfoons aan en uit. Dus de mensen die thuis zijn hebben ongelijk. En dat hebben ze natuurlijk toch altijd al, want je moet hier gewoon bij zijn. En je moet het meemaken en je moet het daarbij zijn. En dat is des te meer vanavond. Dus als er dingen misgaan met de livestream vanavond of het geluid daarvan, dan had je de volgende keer moet je dan een kaartje kopen. Het werk van Erik van Lieshout is veelzijdig, wat mij betreft zeer inspirerend. Als je het nou hebt over een kunstenaar met ongelooflijk veel energie die de maatschappij bestormt en becommentarieert, dan is hij dat ook echt wel. Ga dat ook bijvoorbeeld zien in de Hannover Kunstverein. Daar staat zijn nieuwste grote expositie. En in Amsterdam kun je ook zijn film Goat bewonderen bij Annette Gelink Galerie. Dag Annette. En dat is prachtig, ga daar kijken ook. Over Goat stond er iets in de groene. Naar aanleiding van Goat stond er in de groene, of G-O-A-T moet je misschien ook wel zeggen, maar ik noem het Goat. En dat is ook niet zo gek, want daar staan de geitjes. Hij zei, hij maakt films. En films, daar hoort een script bij normaal, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hij zegt, en dat vond ik erg mooi, imagination, my imagination is the script. En dat gebeurt vanavond dus ook. Dus vanavond is het script de verbeelding van Lieshout. Ja, experiment heb ik het over gehad, dus even kijken. Ik denk dat ik eigenlijk wel alles wel gezegd heb. Heeft iedereen zijn telefoon uit? Dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Zet hem stil op zijn minst. Dat is altijd handiger en aardiger. Zeker als je gefilmd wordt, want dit wordt dus een film uiteindelijk en een heel kunstwerk. Ik wil Tim Wagenmaker, een van onze redacteuren, bedanken die deze avond heeft helpen vormgeven en daar ongelooflijk hard aan gewerkt heeft. En ik wil Erik van Lieshout bedanken en hem vooral ook het woord geven. Wil jij deze microfoon of heb je er een andere? Ik heb zelf een microfoon. Dankjewel. Deze is goed om te blijven liggen voor als jullie iets willen zeggen. Nou, geef hem maar jou. En er zijn nog meer microfoons. Dus ja. Nou, fijn dat jullie hier zijn allemaal. Leuk. En ik vind het ook leuk om hier te zijn. Ja, God, ik probeer het een beetje uit te leggen. Dus ik heb de camera aan vanavond. En zoals jullie allemaal weten maak ik films. En ik heb net een film af en zoals Juri zei, die draait bij Annette Gelink. En die film is af, het project is ook af. En ik sta nu met volgende been al in een nieuw project. Of eigenlijk is dat de vraag of ik nog in een nieuw project zit of nog in mijn oude project. Dus eigenlijk heel simpel, heb ik daar de hele tijd tussen gezeten. En heb ik gekozen om toch nog één keer, omdat vanavond ook publiek is. En mijn vorige project, waar ik dus net zo half bijna uit ben, met het publiek was, heb ik besloten om dus toch één keer, voor de allerlaatste keer, met het publiek iets te doen. Ik heb geprobeerd met het publiek te werken voor de Biennale van Venetië. Daar hebben ze me niet voor, hebben ze niet gezegd, dat doen we niet. Daar hebben ze gezegd, dat doen we niet, dus dat heb ik niet gedaan. En mijn project heb ik gedaan in India. Daar ga ik niet lang over vertellen, maar ik heb daar heel kort gezegd, heb ik 3 maanden daar met de mensen in de tentoonstellingsruimte gewerkt. Nou, en dat idee van dat ik dan zeg maar 3 maanden met de mensen kwam die altijd binnenkwamen, gaan we nu vanavond ook weer doen. En ja, Dus ja, wat het belangrijk is om te zeggen is dus dat jullie gefilmd worden. En als je niet gefilmd wil worden, moet je achter die muur gaan zitten. Dus eerst. Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Dus ik ga gewoon, als iemand die wil, als ik jou film en je zegt, hey, ik wil niet dat ik je film, dan film ik je ook niet. Maar nu film ik je. Maar ik zie al, er is al één iemand die erachter gaat. Dus ja. Dus als je gewoon zegt van, ik heb het liever niet, dan doe ik het ook gewoon niet. Dus, ja. Dus wat ik wel vanavond wil gaan doen is... en daar kom ik dan eigenlijk op, zo snel mogelijk. Maar ik wil in ieder geval vanavond de perfecte verloren zoon gaan uitbeelden. Het schilderij van Rembrandt. En daar kom ik op de dingen die ik in India meegemaakt heb. Ik heb in India gewerkt en in India heb ik, kwam ik... Erik, ja, ja. Waarom kies je ervoor om nu op een discussie, om een discussieavond nu te gaan filmen? Want ik vind persoonlijk... Oh ja, ja, dat is een goede vraag. Ja. Nou, weet je wat het is? En dat is moeilijk, of dat is echt een ding nu. Ik probeer dus een film te maken vanavond. Wat eigenlijk heel moeilijk is, want het is een hele theatrale setting hier. Het is helemaal niet los of zo, of het is helemaal niet echt. Het is heel theatraal. Maar ik, ja, en de enige manier om iets goeds te doen, voor mij, is om met de camera te werken. Ja, ja, maar het gaat nu ook om ons. Het gaat niet alleen om jou. Het gaat niet alleen om jou, het gaat ook om ons. Ik bedoel, wij zijn van de avond ook dat we gewoon inzichten krijgen, of in ieder geval een stukje innerlijke wereld ook te zien krijgen. En het gaat niet alleen om jou, zeg maar. Ja, ja, het kan inderdaad vanavond alle kanten op gaan. Dit is mijn broer Bart. En Bart is nu, heeft al heel veel met mij gewerkt en jij zou bij de verloren zoon... de verloren zoon kunnen zijn of de jaloerse broer. Ja. Hoe kom je nou op dat idee dan? Omdat ik de verloren zoon... Nee, ik wil ook jaloers zijn. Daar gaat het niet om. Ik wil ook de jaloerse... Mijn vader zit hier, dus dat is dan alweer de vader. Of maar mijn moeder kan ook de moeder zijn. Die blij is dat zijn verloren zoon... Ja, ja. Nou ja, goed. Ik ga even hier naartoe, Bart, ja? Maar op de... Dus het moeilijke... Of, nee, ingewikkelde... Nou ja, om iets goeds te doen dus... is voor mij eigenlijk de enige manier om het te doen, is meestal met film. Ja, het kan ook zijn dat de avond zelf leuker is als de film. Later. Dat is vaak zo in die projecten die ik doe. Dus dat zeg maar, dat ik een heel leuk project heb en dat. Maar goed. En, ja. Dus ik heb een aantal dingen verzonnen, een stuk of 2, 3 acts, om naar die verloren zoon toe te werken. Die we dan hier kunnen doen, maar ook gewoon hier. Maar in ieder geval, we kunnen hem een keer 5, 6 doen. Is het voor jullie duidelijk waarom ik de verloren zoon doe? Nee, hè? Nee. Toen ik bezig was met dat beslissen waarom ik die verloren zoon deed... Ik moet nou aan stoelendans denken. Was dat wel... Misschien is dat wel een... Was het wel duidelijk, Bart? Ja, sorry. Je mag best wel zeggen, maar... Nou ja... Ze verdenken, ja? De verloren zoon uitbeelden, meer dan alle dingen uitleggen waarom het publiek altijd willen doen. Ja, dus met de geiten. Het heeft te maken met geiten. Omdat ik in India heb ik 3 maanden geiten gehad. En door alles wat ik met die geiten te maken heb, kwam ik uit op de zondebok. Ja. Ja, dus ik werd zelf de zondebok. En die geiten waren de zonde. Dus ik kwam uit op de zondebok zoals ik... Ja, dat werd een thema in de film. Jongens. Zie je, dit is een schilderij van William Holman. Dat is 4 meter. Ja, dus via die geit in India kwam ik op de verloren zoon. Is dat wel duidelijk dan? Ja, nee? Hoe heb ik dat dan toch thuis verzonnen, joh? Nee, ik meen serieus. De zondebok. Ja. Ja, gewoon gaan zitten filmen. Dat doe ik ook. Laat ik gewoon wat gaan filmen. Ja, want als ik aan filmen ben, doe ik dat ook gewoon. Alleen normaal niet meer zoveel mensen. Dat is moeilijk. Ja. Mijn ruimte. Ja, misschien kan je toch even, als je over die verloren zoon hebt, hoe kom je, wat denk je bij dat idee? Hoe kwam je op dat idee? Want ja, verder niemand stelt die vraag, maar ja. Is het iets van vroeger of is het gewoon iets wat je hebt gelezen? Misschien is het toch gewoon, de verloren zoon is een goed einde van een project, van een film. Want de zoon komt thuis en zijn project is klaar. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet wat je met verloren bedoelt. Want als je thuis komt en klaarkomt met dat... nou, die jongen, die zoon, die heeft heel veel meegemaakt. En die is er met het geld vandoor gegaan, die zoon. Nee, die heeft het geld gekregen van zijn vader. En die heeft een aantal jaren is die rond gaan zwerven. Hij heeft dus zijn geld opgebrast en van het leven genoten en alles erop en eraan. En is die ziek geworden en hij had helemaal geen geld meer. En ja, hij is aan lager wal geraakt. En zo is hij uiteindelijk heel slecht aan toe geweest en is hij toch nog... heeft hij toch nog heel veel moeite, want hij had helemaal niks meer, is hij toch thuisgekomen bij zijn vader. Zo is die verloren zoon. Zo is het verhaal. Wat zeg je? Dat is leuk. Wie zegt er wat? Ik ga. U? Ik zei met hangende pootjes aan. Ja, ja. Ja, wat is dan wel verloren? Ja, ja. Maar hij was echt heel erg slecht aan toe. Maar hij wist dat zijn vader er nog was. En dat hij... Maar hij wist natuurlijk niet of dat zijn vader blij zou zijn. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wat is er dan met zondebok? Nou, ik heb met die geiten gewerkt. Die geiten. En dat was in India. Ja. Zo via die zondebok ben ik op de verloren zoon terechtgekomen. Waarom ik op die zondebok kwam? Bedoel je? Waarom ik toen... Ja, de verloren zoon is de zondebok. De zondebok, nou ja, de verloren zoon. De zondebok is iemand, is een bok die de woestijn ingestuurd is. Met alle zondes, of zonden van andere mensen. Die hebben ze er allemaal opgegooid op die bok. En die bok is de woestijn ingestuurd. En ja, maar die zondebok is wel wat anders als die verloren zoon. Okay, ik dacht dat er een verband was. Maar is niet. Misschien is het verband. Het verband is misschien... Oeh, het is wel spannend zo. Maar het verband is misschien het geheel van het schilderij De Verloren Zoon. Dat gaat ook over zondes. En het verhaal van de bok zelf, van de zondebok. Dus het gaat over zondes. Zondes, dat is een beetje wat het verbindt. Ja. Eigenlijk had ik veel meer de performances zelf als verbinding gezocht. Dus niet zozeer, jullie gaan meteen, ik begin ook gelijk over die zondebok nu. En het wordt meteen heel zwaar en heel ingewikkeld en zo. Maar ik had dat helemaal niet zo bedoeld nu. Dus het is eigenlijk al... Het loopt heel anders. Ik wilde gewoon van alles gaan uitbeelden en dan op het einde de zondebok klaar. Ja, of de verloren zoon, sorry. Maar dan wel een hele goede verloren zoon. Nou, echt een hele goede verloren zoon. Want ik heb hier natuurlijk wel de mogelijkheid om een ontzettende goede verloren zoon te doen. Veel beter als thuis alleen in mijn atelier. Dat is natuurlijk wel zo. Wil je dat niet voorstellen? Oh ja, ja. Yes, Tim. Ja. Ik heb inderdaad, en dan laten we een voorstellingsfilmpje doen. Dan weten jullie wie ik ben. Had ik eigenlijk veel eerder al moeten laten zien, maar goed, ja. Wat is aan de hand met Nederland? Ja, dat is een leuke avond, maar ik krijg jullie iedereen gaan vertellen wat ze vinden. Maar ja, dat wordt eigenlijk toch die zaken aan, maar ja. Dat wordt niks. Want als het publiek nu gaat zitten vertellen wat er aan de hand is in Nederland, dan krijg je een hele saaie kutavond. Ja, stop! Dus eigenlijk het thema is vanavond... We beginnen helemaal overnieuw. Laat dat helemaal zitten. Want je, nou, nee, het thema van vanavond is afscheid van het publiek. Omdat ik dus dat project gedaan heb in India, is het vanavond nog één keer. Ja, sorry, ga door. Kan ik nog wat met het publiek? Ja. Dit is bij Rotterdam in de buurt. Dit is ook in Vlaardingen, vlakbij Rotterdam. 3 maanden en 3 dagen hoor ik 5 dingen. Dit is mijn atelier. Mijn atelier heeft bovenlicht. En ik ben kunstenaar Erik van Lieshout. Dus dit is zeg maar de voorstelling van mij. Als ik opnieuw begin te werken, begin ik altijd zo vanuit het niks. Ja. In deze kate... Stop! Ja, dus we zijn eigenlijk nu al zover, maar ik wil even gewoon een klein stukje Rotterdam laten zien. Dus. En in Rotterdam staat deze prachtige kate, maar dat zeg ik ook in het filmpje. Ja, 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 ja. Zat de architect J.P. Oud te tekenen. Iets harder. En te werken aan zijn wijk die hier beneden de dijk was. Nu is die wijk weg. En heb je vroeger het Witte Dorp ook nog niet echt meegemaakt? En wanneer is het weggehaald? In die kate ja, van J.P. Oud. Oh, 98. Ja. Dus die prachtige kate die ziet, zit een kapper. Typisch veerbeelden. En die kapper, die lijkt op Joe Cocker. Ja. Toevallig heb ik een vrij weekend. Bijna elk weekend ben ik wel ergens aan het zingen. Ik ben benaderd voor dat programma van Circus Garstanovic. Dat nu vorige week zaterdag voor het eerst uitgezonden is. Circus Garstanovic. Ik vind eigenlijk met het circus met me. Nee. In een circus komt er toch nooit iemand echt zingen? Nee. Alleen zingen. Pimmetje! Ja, maar die zit daar gewoon goed. Nee, ga niet gewoon. Oh. Ja, ik vind het wel. Ja, hij is toch een baasie. Ja, nou ja, met Jan. Maar met haar hier. Over 2 weken doe ik een 1,5 week doe ik een programmaatje. Ja. In de Bali in Amsterdam. Ja. Maar nou dacht ik, nou wat is nou leuker om iets van Rotterdam te laten zien in Amsterdam. En dat is die kate, natuurlijk. Ja, komen hier ook veel Amsterdammers hoor. Toch wel? Oh. Dus om te kijken hè? Maar toch ziet die keten van buiten in ieder geval ook heel fris uit nog steeds. Ja, maar we hebben er ook veel werk aan. Kijk, daar zit nou toevallig de schoonmaker, daar, die heeft nou een spierscheuring. Ah ja, ja. De dak schoonmaken, die heeft gisteren de ramen gezien. Ah. En de kunstje verwijderen. Maar doen ze graffiti? Ja, ja. Ik kan er ook vaak op zitten. Dan druk ik meteen de kop in, als ik er 's morgens aankom. En ze hebben er een kunstwerk op gezet, dan ga ik het tegelijk over schilderen. Hmm. Dus je hebt die kleuren hier, die 3 kleuren heb je in potten? Ja, die heb ik allemaal in voorraad. Rood, geel, blauw. Dat heb ik vorige keer niet verteld, weet je dat? Het bijzondere is dat er niks, je mag niks spijkerschroef vastmaken aan die keten. Oh. Dus die spiegel die staat in een stelling klem, kijk. Ja. In die zin is het natuurlijk een kunstwerk met een functie. Supergoed, hè? Ja. Alles klemt. Klem, ja. De klemspiegel. Dus wij moeten het van de moderniteit hebben. Hè? Dat is wel duidelijk. Er zit in de keet van JP Oud zit een vrouw die liefgevuld wil worden. En die geeft mensen energie, positieve energie. Ik heb het gehad net een minuut en natuurlijk, ja, het is net alsof je een douche neemt. Het geeft rust, vrede, vreugde, geluk en welzijn. En ze doet het iedere vrijdag tussen 13:30 en 17:00. Oké, een hele mooie shop. Ja. Dus dit is Rotterdam. Ah, jongens. Nee. Oeh. Ja, dus de bedoeling van vanavond is ook dat het gewoon een beetje zoals mijn atelier is. En zoals het ook met die geiten is, zoals het in India ook. Nu ga ik een performance doen. Deze performance ga ik doen. Die kaart heb ik gevonden in een Indiaas winkeltje. Oh, hoe kan dat nou? Oh, wacht. Oeh. Sorry, ja, goed. Nou, deze kaart heb ik gevonden in een winkeltje. En die... oh, kijk toch hier. Ja, doe nog eens. Dat wil je niet zeggen. Jezus. Ongelooflijk, joh. Wacht even. Kom. Kom maar, doe nog een keer. Oh, nu doet hij het niet meer, of wel? Ja, omdat je aan het filmen bent natuurlijk. Shit. Maar ja, dan weet je wel, als je zeg maar, als er iets gebeurt wat je dan niet gefilmd hebt, dan weet je wel dat ergens dat goed zit of zo. Nou, omdat je dan iets gemist hebt. Ja, precies. Ja, dus ik ga nu deze kaart uitbeelden. Dat is Woman with... Oh nee. Het is leuk, in India was het ook heel leuk. Deze kaart heet... Kun je het zien of niet? Die heet Lamp with Lady. Dus dit is de lamp nu. Kan iemand mij filmen dan, als ik dat doe? Want dan proberen we toch een film te maken vanavond. Ik weet niet of dat... Maar proberen we toch om uiteindelijk nog... Als jij mij filmt... Niks te doen verder, toch? Nee. Gaat allemaal automatisch. Maar ik ga filmen. Het is nu donker. Eerst steek ik de lamp aan. Dus jij filmt mij, dus mensen zien wat er is. Dan hoef ik niet zo... Lamp. Dus het is nu donker. Kom jongens, in het donker. Hè? Kom. Ja. Nou gaan we hier naartoe. Gaan we hier filmen. Het is heel donker. Juri. Annette. En u, Lisbeth. Heel donker. Ja, donker. En in India hadden ze ook van die ventilators die de hele tijd die kaars uitbliezen. Als ik even lezen. Maar soms was er ook wel eens een vrouw en die blies er zo. Ja, precies zo. Up, uit. En nu is het donker. Oh, dan hoef ik niet meer zo te doen. Kan iemand de kaars aansteken? Dat heb ik dan in India. Ja, bedankt. Ja. Deze meneer nog. Een stukje gewoon zo. Ja, als ik dit doe, dan denk ik dus inderdaad dat het voor de film niks is. En ik heb dit drie maanden gedaan in India. En echt, in de film gaat het goed, ziet het er goed uit. Maar ik dacht, dit is nep. Of, shit, echt, nep. Dus die ben je dat doen en dan lijkt het heel leuk. Nu dit, zo, lijkt heel leuk. En dan zie je dat die mensen op de film mij uitlachen. Het klinkt nep, het klinkt nep, het klinkt nep. Ja, zo dus. Maar goed, ik doe het hier vanavond dus nog voor 1 keer. Met een kromme rug. Hallo. 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 De directrice. Tim. Oh, Juri. Oh, uit, donker. Juri. Donker. Ja, daar ben ik net zo'n nep acteur. En... Geit? Oh, geit. Nou ja, zo maak ik dus films, zeg maar. Ja. En dan, ja. Maar meestal moet er een point komen dat het niet meer, dat er van allerlei politiek of weet ik het, of dat echt gedoe en zo. Maar in ieder geval, ja, zo maak ik films. En zo wou ik eigenlijk gewoon doorgaan. Het enige wat nu een beetje moeilijk is, is dat die verloren zon... Lijkt alsof die plakt, maar voor mijn gevoel was het wel. Maar dan gaan we gewoon door met de volgende. Ik heb een sculptuur verzonnen van Joseph Beuys. Of die heb ik niet verzonnen, die kwam ik tegen. En die ga ik nu uitbeelden. Die heb ik nog nooit gedaan. Dat is heel spannend voor mij. Dat is een torso uit 1952. Dus dit is een vrouw die staat op een soort van... ja, hoe zeg je dat? Beeldhouwplankje. Als jij filmt, hè? Dus dit kan heel saai worden. Oh, ik moet natuurlijk het plaatje zien, anders kan ik het niet... Goed, nadenken. Vasthouden? Ik kan ook zo... Je ziet het toch op de camera, dus ik maak niet zoveel uit of... Ja. Dus ze leunt een beetje op één been. Ik sta een beetje in de verte. Tja, nogmaals, zo maak ik dus mijn films. Dit is... Ja, inderdaad. Ja. Is het iets? Bart? Nee. Ja. Dus met publiek werken, dat is afgelopen, denk ik. Nee? Ja. En toch denk ik dat ik dat echt ging doen, maar ja. Dus. Maar het is goed om te weten. Het ene been dan. Het beeld past heel mooi bij die geitenlucht. Ja, je moet je voorstellen, het is 1952, man. De oorlog is net geweest. Alles ligt in puin en dat soort dingen. Ja. Ja, het is het eerste kunstwerk, of ja, een van de allereerste sculptures die ik supergoed vond. Ja, heel mooi. Oké, genoeg of nog meer? Meer, ja. Ja, dus ja, thuis doe ik dat ook zo. Nu is het weer genoeg, zeg maar. Ja. Dus op zich heb ik wel publiek nodig om gezien te worden, zeg maar. Zo simpel is het. Ja. Ja, God, de verloren zoon. Ja, toch, ja. Het is wel heel onaangenaam zo, op de een of andere manier. Ik weet niet, hoe ga ik dit doen? Ik heb publiek nodig, ja. Ja, ik wou net aan jou vragen of je mee wilde doen. Ik wil even antwoord. Graag. Nou ja, anders word je gewoon niet gezien. Anders is er geen, als je geen publiek hebt, zo simpel is het, dan is er toch geen communicatie. Zo. Zullen wij de verloren zoon doen, Bart? Dan kan het nog iets worden vanavond. Kan het ook niet doen, dan vraag ik... Zijn er mensen die zin hebben om de verloren zoon? Er zitten heel veel leuke dingen in de verloren zoon. Er zit die jaloerse zoon... Zo dochters, verloren dochters. Vrijwilligers, zijn er mensen die mee willen doen met de verloren? Ik ga gewoon beginnen. Ja, leuk. Kom. Bart, doe je mee of niet? Oh nee, ik ga met die meneer. En... Hi. Hoi. Ik ben Erik. Verloren zoon uitbeelden, ken je het schilderij of niet? Nee, ik ken hem niet. Nee. Ah, heeft iemand een plaatje van de verloren zoon? We hebben een filmpje ook, hè, en een plaatje. Oh ja, ik heb nog een inleidend filmpje. Ja, dat is een heel leuk filmpje. Even van tevoren vertellen, Storm. Dat is de directeur van het Hermitage die de verloren zoon heeft. Die vertelt iets. Oep. care about animals, they become more human, because human being is not exactly human always. To become more human, you must educate them also with cats. Yeah. These cats, they need attention, also from you, I think. I have to tell you, no, it's important. There is one thing, because still with all the publicity, it's a cat always taking care of them, it's a little bit illegal, certainly I can't spend any money, state money on taking care of the cats. I think the prodigal son is better than Bart. Yeah, it's true. The prodigal son is the best painting. It's his best painting. Absolutely. You think so, huh? So this is such a rough painting. How can he? This is a rough painting. This is the feet. The feet. I would say I was painting with his hands. Hands. You think the prodigal son is the best painting of Rembrandt? Well, I think yes, certainly the best painting in Hermitage. Mm-hmm. And we talk about cats. En Rembrandt. Oké. Ja. Ja, dus, en nu nog een plaatje van verloren zoon zelf, zeg maar, het schilderij, Prodigal Son. Jij hebt ook een plaatje, hè? Ja, toch? Ja. Oh, jij kan het ook filmen of ik film. Even kijken, ja. Dan loop ik even naar meneer toe. Oh, dit is de scapegoat. De geit die de wildernis ingestuurd wordt. En het volgende plaatje is de verloren zoon. Deed de geit iets of wat? Nee. Oh. Jij bent nu de verloren zoon, want je zei het volgende plaatje is de verloren zoon. Oh! Nou ja, zeg. Oh, rustig aan hoor. Oh, duurt het zo lang? Is goed hoor. Ik heb hier ook een plaatje. Er staan op de verloren zoon schilderij, Prodigal Son. Staan 5 mensen. Dat is eigenlijk 6. De allerlaatste is het helemaal heel ver weg, dus die kun je eigenlijk niet zien. Ja, hier. Ah, ook goed. Nou, als jij kan ook filmen, of niet? Nee, oké. Nou, wat wilt u zijn? De verloren zoon of de vader? Ik wil de verloren zoon zijn. Oh, mooi. Goed. Zal ik vader doen of? Ga je gaan. Oké. Dus als jij... We moeten op een stoel zitten. Eigenlijk kunnen we hier blijven zitten, want je ziet het op het beeld. Hè? Dan moet jij goed filmen, want als het nou toch voor de film echt goed... Je moet de camera stilhouden. Ja, het klinkt een beetje... Je moet de camera stilhouden en je moet gewoon het beeld nemen wat je hebt, maar ook af en toe... Nou, als je de camera maar stilhoudt, dat is het. Ja. Maar je moet het goed framen. Maar we kunnen het daar ook zien. Ja, laat maar zien dan. 1, 2. Nou. Misschien ook goed. Oh ja. Ja, dus een mooi schilderij. Er staan eigenlijk 5 mensen op, maar dit is een, hoe noemen we dat? Een detail. Dus die hele jaloerse zon is er nu af. Die staat aan de zijkant rechts. Is heel belangrijk. De jaloerse zon is net zo belangrijk als de verloren zon. Oké, goed, ja. Oké, nu kunnen we gaan doen. Ik ben de vader. Of ja, microfoon. Misschien. Janneke? Ja. Nou, oh, ik blijf staan? Ja, jij blijft staan. De handen van de vader zijn heel belangrijk. Zo. Ja, dat ding. Dat is echt wel... Goed, eerst film je goed of niet? Is dat? Ja, dat is goed. Nou, jongen. Ik ben blij dat je weer terug bent. Heel blij. Ik moet het ook uitstralen op mijn gezicht. Ja. Oh, Vind je? Vind je het leuk of niet? Ja, nog een keer. Het is een beetje spannend om te doen. Misschien voor jou ook wel. Ja, ja. Maar ik voel me ook niet helemaal nog... Nee, ik voel me ook niet helemaal op mijn gemak. Nee. Nee. Probeer nog een keer. We kunnen ook een andere... Ik heb er geen moeite mee. Je moet het heel vaak doen, gewoon. Je buik rommelen. Ja, ik heb ook heel veel spanning en zo. Dus, we moeten misschien ook een jaloerse zoon erbij, natuurlijk. Ja. Jaloers, want jij bent nou terug van zo lang. Ja. En we kunnen het echter maken met de zoon erbij. Komt er nog iemand? Of moet ik ook... Ik ben jaloers en... vader tegelijk. Jaloers en vader tegelijk. Oh, nu ben ik de vlaag. Ja. Dit wordt heel gecompliceerd. Ja, goed nadenken. Wat is film? Ik doe wel de jaloerse broer. Dat is goed, ja. Ja. Jaloerse broer. Ja. Ja. Dan moet je hier gaan staan. Oké. Okay. Moeten we iets meer plaats hebben hier? Bedankt dat je dat wil doen. Kom, we gaan weer. Daar gaat hij weer. Jongen, ik ben blij dat je weer terug bent. Ik moet acteren. Is dit nee, dat is goed, Laten we dat doen. Ja, maar we gaan acteren. Nee, echt. Oh, gewoon schilderij nou dan. Nou, wat je eigenlijk goed vond. Waar is de schilderij? Ja, nee, dat klopt. Nee, je hebt je handen iets meer voor je. Ik kan het niet echt zien, ja. Ik wil het niet echt zien. Ja, met je handen een beetje zo. Ja, ja. Een beetje zo, ja. Komt het over op? Misschien weten daar op het podium, toch? Ja, podium. Oké, podium. Moeten we naar het podium? Ja. En dan moet je toch proberen niet te acteren en zo. Janneke erbij. Podium. Toch podium dan. Heel theatraal. Je kent Janneke? Ja, Janneke ken ik. Ja. Van vroeger. Van Deurne. Toen ik 20 was. Ja. Ik kijk heel jaloers nu. Zo, is dit al wat? Is Janneke dan? Voeten. Ja. Voeten? Oh ja. Je moet je schoenen uitdoen. Ja. En jij moet echt jaloers kijken. Ja. Reken maar. En waar is de filmcamera? Ah, ja. Ja, dat is goed. Ja, nee, is goed. Volgens mij moet je hier staan. Kijken. Ja, dat is goed. Oh, te veel licht, niet? Ja. Je moet meer hier. Ja, als we het nu toch doen. Ja. Als we nou één goede shot hebben van die hele ding, dan is het goed. Ja. Dan hebben we iets. Kom. Maar er staat te veel licht daar bovenop. Ja, heel even. Ja. Is dit Engels? Ja, je kan ook niet Engels praten. Nee, het is in Nederlands, sorry. We are reenacting The Prodigal Son. The painting from Rembrandt. His last painting. Why? Yeah, that's a good question. The question is because I want to work with the public for one more time. And I did this before for 1 year via small paintings from which I showed you in India. And now because I'm in Amsterdam, I want to reenact the painting from Rembrandt. It's clear? It's maybe stupid. It's stupid. To be honest, it is a very simple theater exercise. Yeah. Which we use in the last 30 years. Okay, the theater, and then it is, for me, it is always what is behind. Just, I mean, it is picture. You make sculpture of that picture. Yes. But what is the aim? The aim is, I want to make a very small film about it. Maybe 10 seconds. People react on on that or wrong? What's happening? If we can make a very, very good, beautiful reenactment of the painting of Rembrandt. That's the goal. Okay, shall we do all again? Ja, doe het. Ja, hè. Dit is somebody. Ja, is niet gek. Ja. Try to find something else, not to be so egocentric here. It's egocentric, you think? Nou, dan gaan we even hier kijken. Ja. Ja, filmen is mooi. Ja, dat is goed. Hallo. We need. No, it's good. It's beautiful. The painting is also with a jealous sister. Are we both jealous? Okay, that's good. Okay, thanks. It's good. But I would try also to be jealous with somebody else, then really to find something what's going on. Ah, zij gaat nog een act doen. Ja, ze neemt het nu helemaal over. Wat op zich, ja, kan dat wel even. Ja, zij wil even alles doen. Ja, doe maar. Doe maar. Opletten, het is spannend. Echt stil. After 2 years. Sorry. Het licht is heel slecht. So, how do you feel? I'm jealous and a little bit angry. Er zijn er 2 opposite. Oké, we doen er nog 1. En dan moeten we verder zien te brengen. Ah, ja. De verloren zoon komt thuis bij zijn moeder. Met op de achtergrond Lakshmi. Dus als je zeg maar heel christelijk met Indisch, met een god, samen een schilderij. Oké, bedankt. Thanks. Now we go on here with the... Nou, ik kan weer gewoon in het Nederlands? Oké. Dus nu hebben we er 2 gedaan. Dank je wel. 2. Ja. Heb je geen zin meer of wat? Ja, nee, wij gingen het op doen hoor. Ja, we gaan hier nog de verloren zoon doen. Hoe gaan we het doen? Net als hun? Nu moeten we even denken hoe we het verder doen, want we hebben het nu al een paar keer gedaan. Ik zat net even met de buurvrouw te praten. Het blijkt dat zij uit Deurne komt, net zoals ik, waar je ook vandaan komt. Kom je uit Deurne? Ja. En heel toevallig. En toen had ik het met haar erover dat ik sommige Brabantse kunstenaars... dat ik daar iets in herken, dat er een soort overeenkomst is tussen wat ze maken. En is het bijvoorbeeld het feit dat je zo'n soort christelijk beeld uitkiest? Mm. Ja. Ja. Ja, ik zit er zo over te denken ook dat jij uit Deurne komt en zij ook. Ja, toevallig hè. En dan maken we hier de verloren zoon. Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal, hè? Ja. Dit is gewoon christelijk-katholiek tot en met. Ja. dan maken we een groepsbeeld uit Deurne. Ja. Dat is echt bedankt. Goed filmen. Want ja. Oké, sorry. Oké, nu moeten we kijken hoe we dat gaan doen. We hebben Janneke. Janneke ken ik al vanaf mijn 16e. Uit Deurne. Hé, we hebben nog iemand uit Deurne. Ja! Yeah! Stijn! Ja, hij is belachelijk. Stijn Spapen, kom hier. Nou, die komt dus echt uit Deurne. Dat wist je niet, hè? Nee. Ken jij Stijn Spapen? Jawel, jij kent Spapen wel. Nee. Ken jij Janneke van Loon? Nee. Van naam. Hoi, Mark. Hoe heet je, Mark? Mark, ja. Nog meer? Wemen. Ja. Deurne. En daar hebben we er 3 op een rij, dus ja. Die kunnen we gewoon... So we try to... Kijk, die mevrouw, dat is in het Engels. So now, nu kunnen we gaan proberen om er toch iets van te maken. Hoe? Die mensen staan erop. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ja, 6. Even met 6 mensen proberen. Ja, en dan kijken we. Want we hebben hier heel Deurne dus op het podium nu. Of op het podium, we kunnen een beetje zien hier met zo'n stoel. En... Moeten we nog 2 van jouw familie erbij? Ja, wie wil? Pap? Een smoeder op? Mam niet? Ja, het hoeft niet. Bart? Nou, nu hebben we 6 mensen uit Deurne. Ja, en dan kunnen we wisselen met ja. Mensen uit Amsterdam. Nee, niet mensen uit Amsterdam. We kunnen kijken hoe het voelt als jij vader bent. Ja. En ik zoon ben. Dat is natuurlijk het eindpunt. Maar we kunnen ook Stijn erin zetten. Of iets. Hoe zien jullie dat? Niet? We kunnen het proberen. Ja, dus Deurne, ja, gaan we doen. Ik ben, wat gaan we doen, vader? Ik ben regisseur. Ja, oké. Ja, ik doe ook vast mijn schoenen uit, want... Volgens mij kun je dat ook wel allemaal tegelijkertijd. Ja. Nou, ga maar doen. Ga maar doen. Nou. Dus jij was je zoon? Nou, de vader, laat de vader gewoon de vader zijn. Ja, oké. Toch? Ja. Goed filmen. Dus jij bent de zoon en jij weet wel hoe het moet. Ja, maar we hoeven niet echt te doen zoals het is. Jij bent toch een goede zoon. Hoe dat voelt. Ja, paap. Ja. Jij staat hier ook al in de goede kleuren. Nou, volgens mij is dit ook de rijke handelaar die hier... Wacht, camera. Dit is de rijke boer. De rijke boer. Ja, de rijke boer. Dat is duidelijk. Dat kan niet anders. Dat is Stijn. Stijn is rijk, is verzamelaar van kunst. Nee, nou hou ik jou voor de gek. Maar dat bedoel ik niet zo. Nee. Maar je moet hier gaan staan, achter, rechts, tussen, Bart. Ja, ietsje meer... Nee, Bart moet naar rechts. Of Bart, je kan ook zo... Nu ben jij de rijke... Nee, dan ben jij de jaloerse zoon. Ja, we wisselen het een beetje. Doe jij eerst even zo? Ik ga erachter staan. Oké, is goed. Moet ik zo... Ja. Nu kunnen jullie weer filmen. Goed stilhouden. Probeer een beetje te kijken hoe dat... Nou, pap. Ik ben eindelijk terug. Ja. Van alle omzwervingen. We zijn terug in Deurne. Hey, Janneke. Ja. Het zijn er 6. Dus jij moet... Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan moet je ook iets doen. Ja, ik ben de jaloerse broer. Ah ja, dat is goed. Nou, pap. Je zoon is terug. Nou, ik moet niet zo... een beetje hoger. Ik ben zo blij dat ik weer in Deurne ben. Ik ben echt... Ik mis die koeienstront. En ik ruik je zweet. Nee, ja, laat ik even proberen. En de jaloerse zoon, is die jaloers of niet? Kun je ook iets zeggen of niet? Jezus, wat stel jullie je aan, zeg. Je moet nog iets meer naar binnen, want ze ziet jou niet, de camera. Ja, de camera moet goed zijn, hè? Ja, die is heel goed. Maar het gaat ook vooral om het geluid, maar er is bijna geen geluid. Ja, heel goed. Ja, dit is jeetje, wat stellen jullie je aan? Zo leuk is het niet dat hij weer thuis is. Nou, dat vind ik wel hoor. Hij is nooit echt weg geweest. Hij is nooit echt weg geweest. Hoewel, ik was wel weg. Nou, bij mij niet hoor. Ik heb enorm de beest uitgehangen, maar... Dat wist je wel. Nog steeds. Oké, nu ben ik even vader. Oh. Even wisselen, ja. Je wilt mij gewoon op de knieën. Ja, ja. Even tussendoor. Ja, het wordt allemaal heel grappig en lollig, maar... Genoeg? Nee. Ja, je zoon. Ja, mijn broer. De handen, hè? Die handen die zijn in het schilderij heel belangrijk. En die voeten ook, zeg maar. Die voeten en die handen schildert hij. En de zoon, als zoon doe je het wel goed, pap. Ja, ja. En de vader, die is vol zo. Maar er is heel veel eigenlijk met die jaloerse zoon, maar ook met jou. Weet iemand veel over dit schilderij nog? Nog ander? Weten jullie, hebben jullie niet? Niemand? Nee. Kan ook zo. Je hoeft niet alles veel van te weten. Het licht is goed. Clair obscuur is dit. Dit is geen clair obscuur. Clair obscuur. Riep ik tegen de belichting. Pap. Ja. Zeg het eens. Ja. Ja. Genoeg zo? Nou, ja. Nou, hoe kunnen we dit nog verder brengen met Deurne? Kunnen we hier nog iets aan toevoegen? Met de smoeder. De smoeder is altijd heel goed op film. Mam. Heb je geen zin of wat? Mensen verliezen zijn concentratie. Wordt het saai? Moeten we iets meer pit erin krijgen, hè? Ja. Ja, hè? Ja, geiten erbij, sowieso. Kom, geiten. Hoe krijgen we dit weer een beetje die avond toch nog dat iets wordt, hè? Kom. Wil iemand anders aan het woord hebben? Oh, oké. Wil jij het doen, Bart? Nee, gewoon geef die camera aan mensen en stel voor ons vragen. Weet je, ik vind het... Het is niet goed, hè? Mijn films zijn beter. Ja. Zullen we het spannend maken, Juri? Ja, Tim. Waarom hangt daar Beatrix Ruf? Ja. Zij was eigenlijk de zondebok. De zondebok. Ja, ik heb die schilderijen, die tekeningen heb ik een aantal van gemaakt. Ik heb er nog meer bij me. Ja. Nou, het heeft me wel enorm, wat er aan de hand was, een enorm ding. Ja. En op de achtergrond zie je trouwens Rem Koolhaas. Ja. Nee, het heeft me enorm aangetrokken. Jullie zitten zonder museumdirecteur, die veel te veel geld verdienen. Het was een enorme soap. Ja. In de kunstwereld. Maar weet niet, het doet me ook niet heel veel. Het is gewoon, ja... wat vinden jullie ervan? Zullen we een groepsdiscussie beginnen over... Hè? Ja. Wat zeg je? Ik vraag me af wat nu. Toch? In de kunstwereld is een shock. Het is gebeurd, zijn ja. En nu? Ja, nu zit Amsterdam zonder museumdirecteur. Ja, sorry. Ja, nee, jij vraagt het. Ja, maar zij was goed, toch? Of niet? Of... Ik vond het programma goed. Mm. En ze verdwijnt om welke reden? Haar extra verdiensten. Ja. En? Ja, ik vraag me dat af. Wat vindt men daarvan dan? Antwoord op waarom Beatrix Ruf weg is? Dat is jouw vraag. Ja. Nou ja. Heeft er iemand antwoord? Ja, ja. Dus doorgaan in het niet weten. Oké, we laten... Nee, maar zo werkt het. Zo werkt het in kunst. Als je in je atelier zit, dan gaat het de hele tijd zo. Je denkt, ik zit ergens in. Oh, ik heb een leuk onderwerp gevonden. Beatrix Ruf. Tim Beatrix Ruf. Leuk, leuk. Gaan we op in. Blijkt eigenlijk toch niet te plakken. Is niet interessant. Nee, is gewoon niet. Dat is het niet, nee, dat is gewoon niet. Alleen, ja, want ik beschouw dit nu wel als een atelier. Dus we zitten nu in een atelier met heel veel mensen. En ik heb verder geen filmbeelden. Maar goed, hoe gaan we verder? Ja, dat is een goed idee. Ik was bezig met die Deurnes... die Deurnes... Nee, de verloren zoon. Ja. En de geit. Ja. Eigenlijk is het... Weet ik niet meer goed hoe we verder moeten nu, hoor. Is er nog... Mijn script... Ik wil eigenlijk toch nog kijken of we die verloren zoon... Dat was toch het idee. Maar ja, het is vaak zo als je filmt, zoals we nu doen. Het is gewoon een idee wat ik heb. Zo werkt het. En vaak mislukt het ook gewoon. Dus dit mislukt heel vaak, dit soort dingen. Alleen nu is het meer zoveel volk. Ik ben een beetje schaamd, helemaal hier naartoe gekomen vanuit Utrecht. Maar we kunnen misschien nog een poging wagen om nog een keer die verloren zoon te doen. Maar dat is eigenlijk ook al heel goed geweest. Maar Erik, je begon de avond met dat je afscheid van het publiek wilde nemen, toch? Ja. Maar waarom wil je dat dan? Want je zegt nu eigenlijk, dit is de laatste keer dat ik met jullie ga werken. Ja, en terwijl ik eigenlijk ook met het publiek niet fijn gewerkt heb. Nee. Zo niet? Ja, ik merkte dat er uit het publiek gewoon heel weinig kwam en komt. En heel veel uit mij kwam en komt. Ja. Ja, dus... Maar hoe ga je dan verder? Want je hebt nooit iets zonder publiek gedaan. Of wel? Nee, ik werk altijd met anderen. Ja. Ja. Maar nu was het heel rechtstreeks met het publiek. Ah, en wat is het verschil dan? Nou, het publiek, mensen komen om een tentoonstelling te zien of om iets te doen met jou. Hè, met mij, die zijn op bezoek bij mij en die komen. En... Ja, ja, maar zeg maar, als we dan toch... deze avond gingen we maken... En meestal als je mensen vraagt, dan gaan ze iets van zichzelf laten zien. Of dan zeggen ze, dit vind ik interessant, hier ben ik mee bezig. En jij zei eigenlijk, wat ik het interessantst vind is dat publiek. Waar ik mee werk en waar ik eigenlijk een beetje op uitgekeken ben. Dus eigenlijk heb je het omgedraaid. Mm-hmm. Waarom? Want dan moeten we nog doen, hè? Ik bedoel, we hebben afscheid nog nemen, bedoel je? 10 minuutjes. Oh. Ja. We moeten afscheid nemen, blijkbaar. Ah ja. Ja. Niks, maar dat wilde jij. Nou, het afscheid was ook bedoeld als nieuw begin. Ah, en hoe gaan we dat doen dan? Ja, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nu over na. Kijk, die geit die eet nu het papier op. Geiten eten alles. Een geit is ook heel mooi, hè? Wacht, maak even die camera, heel kort. Hebben jullie wel eens gezien? Ja, hebben jullie wel eens gezien? Bart, wat is er? Hier, microfoon. Nee, ik vond dat hij wel een mooie vraag stelde, maar kun je hem nog even één keer stellen? Want ik heb nog niet een antwoord gekregen daarop. Waarom afscheid van het publiek? Precies. Ja. Ja. Waarom de geiten interessanter zijn. Precies. De geit is net een plassen. Wat zeg je? Nee, je broer vroeg of je nog antwoord wilde geven waarom je afscheid wilt nemen van het publiek. Ja, om mijn project met het publiek af te maken. Dit is nu klaar. Dat is vanavond de avond. Ja. En ja, het is een... Had je het idee dat hij nog niet af was? Ja, dat idee had ik, ja. Oké, dus wij maken het nu af. Even kijken hoe dat is voor mij. Even kijken. Nou ja, ik vond het in ieder geval... Ik heb de film ook gezien. En ik moet zeggen... Op het moment dat je de film ziet... dan kan je nog redelijk afstand nemen daarvan. Want dan... Ja, het is toch een doek. Er zit toch iets tussen. Maar op het moment dat ik hier zit, dan voel ik me toch enigszins anders, laat ik het zo zeggen. En dat heeft dan weer te maken met het stuk persoonlijkheid of persoonlijke. En daar zit hem ook de wring, of daar wringt het ook, zeg maar. Tenminste... Ik weet nu al dat het misschien wel interessant materiaal op kan leveren. Dan is het alleen al dat gegeven, word ik nog nerveuzer van. Weet je? Ja, er is een soort van... even kijken. Nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Nee. Bedankt, Bart. Het is supergoed, man. Ja. Maar het is ook altijd, ja... Dat is het ook. Dat het op het moment in het echt dus gewoon anders is dan in de film, ja. Dat klopt. Hij stopt of niet? Ja. Kan dat nou? Goed, zijn er nog mensen die iets willen vragen of zo? Het was geen lecture, maar ja. Omdat je dit al bedacht had dat je dit ging doen, was ik benieuwd naar of je ook gefantaseerd had over wat het dan zou worden. En wat dat dan was. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, want ik heb er eigenlijk de laatste 2-3 weken alleen maar non-stop aan deze avond gedacht. En heel veel fantasiedingen over gehad. Maar omdat ik die niet kon sturen, of niet kan weten wat het is. Ik heb alleen maar een paar punten. Moet ik maar afwachten of het dat wordt. Maar ik heb super veel fantasie gehad over deze avond. Nou, de verloren zoon zou een heel spektakel worden. Of met mensen die jaloers zijn en huilen en in mekaars armen vallen. Maar ook teder en zacht en zo. Maar ook heel wild en heel vitale avond en zo. Dus ik heb daar heel veel fantasie over gehad. Maar op de een of andere manier ja, zijn het altijd maar die punten die ik heb. Die vragen van hoe kom ik verder. Dat je dat... Ja, nou ja, je ziet hoe het is die avond. Ja. Heb jij nog een vraag? Ja, sorry. Kan het zijn dat je toeschouwer overschat? Ja, dat is zo. Want ik heb ook gemerkt in het project in India, in die 3 maanden, dat ik het publiek totaal overschat had. Maar nu, omdat ik het nu, ik ben alweer een tijdje terug, nu dacht ik, ik doe het nog 1 keer deze avond. En toen zat ik net op de play hier, 5 minuten voor tijd. Oh, Dadelijk is het weer zoals in India. En inderdaad. Ja, dat is zo. Ja, zo ging het. Alleen, we hebben natuurlijk een film ervan kunnen maken. Omdat in de film ga ik door. In de film verzoek ik iedere keer weer iemand verder te gaan. En nu zitten we met die avond hier. En in de film gaat dat verder. Daarom is het ook leuk om films te maken. En ik weet ook, want ik heb lang gedacht dat ik echt gewoon moest stoppen met die films en performance moet doen. Dat is dik. Nou, dat ga ik dus niet doen. Dat is echt... Nee, heb ik echt lang gedacht. En er waren ook vrienden van mij uit Amerika die zeiden... Ja, je moet die camera weggooien, want je bent zo lollig, zo leuk. En, maar dat is echt niet. Het is echt die film en eraan werken. Dat is leuk. Dat is het gewoon. Meer vragen van mensen zo? Zo. Oh. Ik vind het wel een heel mooie vraag, want je zegt het overschatten. Ik denk dat het belangrijk is om daar nog heel even dieper op in te gaan. In feite is het... want er kwam bij mij ineens weer die flits op. Ik heb natuurlijk ook veel mee in die andere films... hadden we het dus ook over dingen. En het verschil is dat jij dus vervolgens naar de kamer gaat, of naar de donkere camera. Jij maakt er je eigen film van. Dus in feite maak jij jouw film. Zeg maar, wij hebben onze film allemaal in ons hoofd wel. Maar jij maakt jouw film ervan. In feite is het een soort van manipulatie op dat moment. Zeg maar. En dat is... Dat doe je op een heel mooie manier ook, want het is heel meesterlijk. Ik zou het echt niet kunnen. Dus er zit ook iets heel genieus en ingenieus en dat soort dingen zit er ook in. Alleen op het moment dat ik mijn heb en houden geef, op het moment dat zij haar heb en houden geeft, dan wil je wel een gesprek van mens tot mens, zeg maar. En dan, op dat moment wil je dieper. Ja, dat is het meer. Waarom niet? Oh ja, nog een keer even de vraag herhalen, want... Of laat ik hem nog een keer stellen, maar dan anders. Wat heeft dat met overschatting te maken? Retorisch gezien, heeft dat iets met overschatting te maken? Dat vraag ik me af, dat is iets heel anders. Nee, misschien niet, maar wel met contact maken. Dat is iets, ja, dat wel, ja. Oh. Misschien met je neus gaat verder. Het geitje is iets met geitje, kom eens. Met zijn neus gaat verder. Wat is er? Met zijn neus gaat het dicht houden, dan ademt het. Hé, Bert. Er is iets met de geit. Levensbelang. Nee? Oh. Dat is mooi. Telepathische geit. Mooi, hè? Ja. Nou, nog meer vragen uit de zaal? Over het publiek en Juri, ja? Als je boer en je vader nou niet waren geweest, had je dan ook de Florenzoon gedaan? Ja, ik denk het wel. Ja. Had ik ook gedaan. Ja. Maar ik had gedacht dat het heel goed zou worden. Omdat die er waren, Bart en mijn vader. Dus ik had gedacht dat het heel intens zou worden. Maar anders had ik dat denk ik wel ook gedaan. Ik was blij dat ze er waren. Het was nu, ik zeg niet dat het slecht was, maar het had beter gekund, toch? Ja. Maar ik had wel ja, zoals die jongen daar zei, dat is inderdaad. Ja, hij zegt, had je verwachtingen? Ik had heel veel verwachtingen van. En ja, dat is toch altijd maar weer afwachten hoe het loopt. Nou, dus ik heb altijd van die punten die ik dan inzet om vragen. En, ja. En het heeft er ook een beetje mee te maken dat het project gewoon klaar is. En ik een nieuw project had. Misschien had ik het anders moeten kiezen. Had ik gewoon moeten zeggen, van wat voor nieuw project zal ik nu gaan doen? Je kan ook kijken hoe je zit, hè? Ja. Als het hierop uitkomt... zitten verloren zo met zijn blote voeten, zo en de vader erachter en de broer, die kijkt een beetje het beeld uit. Ja. Moet je maar eens gewoon van voorstellen. Als je van hier filmt, dan zie je het precies. Het is een hele moderne versie. Het is feitelijk geworden dan. Dan moet je straks maar kijken of je dat op Je hebt wel de juiste gezichtsuitdrukking daarbij nu ook. Maar ik wil het even ja, als je een plaatje, dan was je mee begonnen, maar als je wil weten waar je bent geëindigd, dan ben je hier geëindigd. Er zit de verloren zoon met zijn rug naar de vader. En de vader zit met zijn hand bij zijn mond en de broer zit met de microfoon, probeert de avond van jou af te redden. Die is helemaal niet jouw door, of misschien juist wel, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien is hij wel aan het doen. Misschien ben je nog helemaal niet terug, dat kan ook. Wil je dat? Ik denk dat het veel simpeler is. Oh, ja. Ik ken Erik. Ja, ik ken Erik dus. En Erik die heeft al lang voordat hij dat project in Rusland had, heeft hij mij wel eens gezegd, toen hij een keer in de Hermitage was, daar voorafgaand, heeft hij mij eens een keer gezegd, pap, je moet gewoon een keer naar de verloren zoon komen kijken, want iets mooiers is er niet. Ik denk dat dat gewoon de reden is waarom hij nu ook weer de verloren zoon naar voren haalt van Rembrandt. Dat is mijn uitleg en ja, die komt van heel diep en van heel ver. Maar ik weet niet of jij dat nog herinnert, Erik. Dat wij aan de telefoon het daarover gehad hebben. Hey, ik wilde nog heel even nog één ding bij aansluiten. Ik wil het eigenlijk ook niet zo persoonlijk maken, want ik vond het een heel mooie constatering die hij maakt. Maar ik denk dat we meer, ik wil even vanuit de helikopterview, ik denk dat dit op dit moment de samenleving is, zeg maar, waarin we ons bevinden. En die omgaat met macht en met allerlei andere dingen. Zeg maar het behang. En ik moet zeggen, het doet mij ook heel erg pijn. Zeg maar, het behang van, van alles wat om ons heen, ja, waarin we worden afgeleid, zeg maar. Kijk, Erik zet een impuls in met de verloren zoon, prachtig. En dan, maar goed, wij nemen natuurlijk ook onszelf allemaal mee hier als individu. En voor mij is het ook geen vreemde. En het contact maken. Sorry, relax, ja, nee. Nou, nee, maar zo zie ik het gewoon. Sorry dat ik het zeg, maar. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik. Ik weet niet of ik jaloers ben. Ik ben. Voor een deel. Voor een deel ben ik wel. In de maatschappij of in de samenleving. Die zie ik ook als een. Kijk, die film die jij gemaakt hebt gaat namelijk over diezelfde samenleving, alleen dan in India. En jouw kritiek op dat moment op die film, jouw kritiek op dat moment op de samenleving daar, die is heftig. Want je ziet allemaal, het gaat over politieke dingen en noem maar op. En tegelijkertijd denk ik, weet je, ik ga er over een maand naartoe, van hoeveel gevoel hebben die mensen, ongeacht buiten dat wat je ziet. En ik heb heel veel kritiek op dit kapitalistisch systeem op dit moment. Op die democratie, op die nepdemocratie van dit moment, zeg maar. Maar goed, ja, weet je. En dan krijg je dit soort taferelen als waar we het nu over, ja. Nou, ik denk dat we wel hebben, hè, nu. Ja. Nou, heb ik toch nog een mooi, filmbeeld naar voren gebracht, toch? Ik weet niet of hij het goed opgenomen hebt. Heb je dat? Het verschil is alleen dat ik arm blijf en jij rijk. Want mijn editor is hier. Ik denk dat dit best nog wel een goede film kan worden. Want dat laatste stukje had hij echt super goed. Dat is echt perfect. Nou, als nou je vader nog naar je toe komt en zo doet, dan is het af. Maar dan is het goed af. Nee, hij was af net. Dus hij was af. Dus je had, we hebben zeg maar een shot van een minuut of 15, 20. Perfect, super. En, nee, dat heb jij gedaan. Jawel, maar ik was, dit is zo'n toestand hier met al die shit. En, dus, ja. Nee, echt supergoed. Ja. Nou, bedankt. Hebben we voor u allemaal nog een borrel in het salon, dus ga niet weg. Er is nog wat drank en ook uw jas en tassen hangen er nog, dus u moet er sowieso langs. Maar blijf gezellig nog even hangen en dan praten we nog even na over de avond. Dank jullie wel voor jullie komst.